Dan zien we ook nog een schuur van Alling Dol. Twee jongklipjes die je samen bouwen. Dan gaan we nou even naar binnen kijken. Vertel, wat stelt eigenlijk allemaal voor? We hebben hier dit jaar weer iets moois gemaakt. Ja, ons idee is dus over, de loterij. Dat allemaal zo close is altijd met die prijsuitreiking, dat je nooit voor kunt zeggen wie er wint en zo. Dus, en dan hebben wij Boerkenmoes en mijn Brin. Mm-hmm. Die dus in de loterij meedoen, zeg maar, met een lood in de hand en zo. Ja. Maar je denkt dat dit jaar ook weer een loterij zal worden dan? Ja, wie weet van tevoren nooit wie er wint. Nee, dat weet ik nooit meer. Wat dat betreft lijkt het een beetje op een loterij. Maar welke kans krijg je dit jaar echt? Weer mooi, hè? Ja, maar dat zijn grote clubjes met mooie wagens altijd. Het lotje zal niet mogen. Nee, ons lotje zal denk ik iets lekker vallen, joh. Hey, de mannen doen het grove werk en ik zie de dames die doen het fijne werk weer. Ze kunnen dat beter. Ja. Ja, dat is goed. De laatste week het meeste werk doen, denk ik, of niet? De laatste week? Ja, natuurlijk wel, ja. Wil ik de dames een beetje voorstellen, even? Dat kan ik wel. Ja. Daar zie je nou in Kim in beeld. Kim, ja? Dat is Kim. Kim is ook voor het fijne werk. Kim is voor het fijne werk, ja. Dat kan Kim ook heel goed. Ja? Ja, dat kan Kim heel goed. Mooi. Klein ballen in. Voor een is. Kijk, verf zoeken. Onze kleur van Juliette had de goede kleren, hè? Dit is de verf met de goede kleren, dit is dat. Dit is een gespatje verf op. Nou, ik kleren gekocht, denk ik, te bouwen. Jongen, jongen, jongen. En hier in het midden hebben we dus een grote bal gemaakt, daar komen nog kleinballen in. Oh ja. Dan schrijven we dan nummertjes op of zoiets, of misschien wel de namen van de club, ze weten we nog niet precies. En we doen onderweg ook nog een beetje iets uitbeelden nog. Wij doen onderweg ook een loterij, hoor. Oh. We hebben allemaal verschillende loten laten drukken. En, hè? Die liggen hier ook. Dus de mensen kunnen, we kunnen nog maar winnen langs je kunt iets winnen, ja. Oh. Als je langs de straat staat en je bent de gelukkige die een loodje krijgt, dan kun je nog iets winnen, ja. Maar wat? Mooi. Vivian, kijk eens even. Hè? Ja, ja. Dit zijn de loodjes die wij uitdelen tijdens de optocht. Misschien willen we ze nog ergens in kleur af laten drukken. Nou. Een beetje verschillende. Dat ziet er goed uit. Dingen het. En hoeveel letters gemaakt? En hier kunnen dus de nummertjes. Dat zijn de nummertjes die we op mijn letters geprijs wat hebben. We delen iedere keer 20 loodjes uit en dan onder zoveel meter doen we een keer. En de hoofdprijs? Ja, daar moeten we nog over denken wat over. 10 dagen kan nog halvieren in ons. Op eigen kosten. Knaantjes? Ja. Meer drukken. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Mike ook. Hoeveel man zijn jullie eigenlijk? Zo gewoon. Vijf. Ja. Maar totaal. Moeilijk, maar die kunnen niet allemaal op de trap. Nee, dat klopt. Die kunnen niet allemaal op de trap. Jullie eindigt 4, 3, 2. Maar ik begrijp niet dat jullie nou ook Ussers wilden worden nou. Dat je zo hoog staat. Nee? Nee, deze keer niet. Wel, wel. Wel, ja. Wij willen best. Het liefst wel eigenlijk. Oh, dat dacht ik ook. Gebouwd voor de Ussers plas, of niet? Wij waren het loodje voor nummer 1 ook voor ons eigen. Oké. Jongens, bedankt. En meisjes uiteraard ook. De club. Van de club, jongen. Ja, we moeten ook tegen het publiek hier onderweg. Kunnen winnen. Ah, dat zien we alleen. Twan. Kunnen jullie even met ons rond? Al ver kwam. Ik heb een beetje opzien. Heel lang. Hey Twan, wil ik eens een beetje vertellen van wat het allemaal voorstelt? Want het ziet er zo mooi uit weer. Ik ben al zo ver. Zie je daar nog wat een boef, denk ik, of niet? Ja, dat is misschien ook bekend van DuckTales. Van DuckTales is een zware jongen. Want we hebben die jongen een spreuk en die is volgt. Hij was weer superheld en gespuis. Ja. Want Boerkenmoes, dat is de enige held in dit geheugen. Oh.
Dan hebben wij allemaal bekende superhelden en criminelen geprobeerd om het weer te maken op deze wagen. Dat is hierachter de Spider-Man, die kent iedereen. Spider-Man? Oh ja, hier rechts Spider-Man. Hier, dit is het. Die op de grond ligt is Spider-Man. Bovenop Spider-Man komt Broerke Moedstam, maar die, die moet nog een beetje aan geschild worden. Achter in de hoek zie je een zware jongen staan van Donald Duck. Hij is ook een schurk. En wie is met die kop aan het bewegen, Twan? Dat is Hugo, die laat de beweging zien, die kop kan op en neer. Plus Spider-Man die draait helemaal rond. En dan naar links, langs de zware jongen, zie je de Joker staan van Batman. Die kent misschien ook iedereen. Ja, ja. Batman, ja. Die hebben ook zo goed mogelijk proberen uit te beelden. Hier recht voor je ziet het lichaam staan van de Hulk. De Hulk? Ja. De Hulk. Hij is wel laag groen ook. Ja, hij is groen, ja. Hier recht voor je ziet het lichaam staan van de zware jongen. Die kent misschien ook iedereen. Kijk, dan komt er achter die pop op te staan van de zware jongen. Hier, dit is het duwelijk uit de doosje. Dat is eigenlijk een beetje opvulling. Want we hebben er anderhalve meter tussen moeten maken, want anders passen de koppen niet. Dan zie je hier linksboven zien we weer een kop hangen. Daar wordt Batman. En die komt op het lichaam waar de ronde staat. En die klappen naar buiten, naar het publiek toe. En dan zie je erachter, achter de zware jongen, zie je met die paarse haren en die groene lichaam. Daar wordt de kop. Dat is de kop van de Hulk. Die moet dan op het groene lichaam waar je net gezien. Dan zie je erachter, dat kun je nou niet zien. Even die kant. Hij is circa 6 meter breed. Ja, joh. Hoe lang zijn jullie al bezig, Twan? Maar twee vandaag, Twan, hoe komt hij? Ja, er zijn meestal maar een paar mensen die echt heel veel bouwen. En de rest die komt ook wel bouwen met schuren. Bij ons is heel druk. Druk, ja. De harde kermis staat er toch? Er zijn meerdere mensen die heel veel hebben gebouwd, waaronder Rob Kuipers, moet ik even bij zijn. Juist, oké, dat bedoel ik. En er is Roy in de Brok en Erik en Ton en het zijn toch wel mooi verhaals. Ja, ja. Het zijn de mensen die er wel meestal wel zijn door de week. Ik denk hebben we wel een groot deel van de wagen gebouwd. Maar zonder de rest kan natuurlijk ook niet. Nee, natuurlijk niet. En ik zie geen dames. Dames, ja, de dames. Wie is jullie het mooie schilderwerk hier? Wie doet dat? Allemaal een beetje. Ja, je schilderwerk is gewoon allemaal. Strakke lijn die denk altijd. Bepaalde kleuren een beetje. En dan doen we gewoon, als iedereen weet wat je verschillende doet, dan voelt ze zelf een beetje aan. En dan komt het meestal goed. En hebben ze zelf een beetje ingeschat wat je dat wil eindigen of niet? Wat denkt u? Ja, we hebben gezegd, de eerste 12 hebben we gezegd. Dus de 12 toch? Dat was de 20 toch? Nee, we worden allemaal je dingen, maar dat weet je natuurlijk toch niet, nooit. En wij schat niet altijd doorheen, want het kan natuurlijk nooit teleur zijn geworden. We hadden de plas tweede keer wel mee juichen. De plas die hoog komen is gewoon mooi mee. Die mentaliteit moeten we hebben. Maar 20 plat al juichen. Het geluk, want we hebben 18 wagens. Dus, 18 hebben we al. Maar ik zal nog even één vraag, de Britten. Ik zie dat hij zo verdomd breed. De Brit, ja, hij is 5 meter. 5,5 meter is hij tot de rest punt. Ja. En de Britse van de hoogste punt wordt 7,8 meter. 7,8 meter? Oh. En mooi weer op te bouwen. Dus voor klein en laag en toch breed weer te krijgen op een bepaald punt. En we hebben langzaam weer opgewerkt. Dus achteraan zit er 7,5 meter. Daar hebben we goed 6 punten willen zien. Ja, daar hebben we wel heel veel aan willen werken. Want dat is een beetje. Is dat zo, hé? Ja, zo enige bij de avond altijd. De rustige uurkeren moeten we een beetje ontspannen. Ontspannen? Ja, ontspannen. Jongen. Een beetje aan de boy denken. Ja, ja. Hé, jongens, wel te rusten, hè? Ja. Bij de Haagstraat zitten twee clubjes bij loonbedrijf Verloeven. En dat is Kloren, Kwats en Nigering. Zo. Ruim 1 op de 3 Britten heeft een geheim nummer. In Londen is dat zelfs bijna 60%. British Telecom is bang dat door al die geheim nummers minder wordt gebeld. En gaat dat dan nog eens verder? Nee. Dus een kijkje komen nemen?
kun je een beetje vertellen wat het allemaal inhoudt? Eigenlijk niet, maar... Koeien, hè? Koeien, ja, dat is duidelijk hier, dat kunnen we zien. Ja. En wat is het thema? Ja, dat moet wel, dat weet ik niet. Oh, dan zullen we daar eens vragen dan. Dat is allemaal zo. En wie zit daar te schilderen? Wie is dat daar? Dat is Gerrit Spanjes, dat is onze... Ja, zeg maar. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, de harde werker. Ja, harde werker. Het is druk vandaag. Het is allemaal druk, ja. Met twee clubs, hè? Ja. Moet toch. En door die dames? Wie zijn er, Bram? Dat zijn stagelopers, niet gering. Dat zijn stagelopers, overlopers. Stagelopers, hè? Is dat eigenlijk een wedstrijd van niet gering, hoor? Dat is allemaal van die gering, ja. Ja, kom daar. Ja, jongen. Wat heb je? Pak wel, Jos. Pak hem. Bram, en wat zijn ze hier aan het doen? Dat is ook schilderen. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, hè? Ja. Ja, ook... Nee, wie zijn dat? Vertel ze even. Nou, stel ze even voor aan ons. Nou, dit is... Wie jij? Moet je ook weer? Alle. Oh ja, dat is Alle. Is dat is de eigen naam niet meer. Dat is, de broer van Alle. Martijn, dat moet ik weer. Roel. Oh, Roel. Alle is meer met fijne waarde, dat zie ik wel, Bram. Alle doet alles fijn. Alles fijn? Ja. Niet alleen schilderen, dan begrijp ik. Niet alles, nee. Dat is alleen vandaag, hoor. Ik heb net... En wie is dat hier? Dat is Luan. Dat is onze belastingdeskundige, leuk, hè? Belastingdeskundige van Kloren Kwast. Ja, ja, ja. Die regelt alle cijfers bij ons. Juist. Dus het kost jullie eigenlijk helemaal niks. Nou, volgens mij moeten we dit jaar meer betalen dan andere jaren. Maar... Ik weet niet of dat in hem ligt, maar... Maar, vorig jaar Bram, vorig jaar waren jullie eerste, hè? En dan dit jaar... Wat denk je? Ja, ik denk het wel weer. Denk je wel weer? Ja, ik denk het wel. Zit erin? Ja, natuurlijk. Oh. Ik weet niet of het schijk is, maar... Nee, we zullen eens afwachten. Anne hier. The big man. Dat is de big man. Marco, the big man. Marco, the big man, ja. Yeah. Dat is de. Die slaapt hier. Die slaapt hier. Die woont hier eigenlijk slopt of niet? Hier, die woont hier, ja. Die hoort eigenlijk een beetje meer bij het interieur hier en zo. Hij heeft ook geen verkeering natuurlijk, hè? Nee. Hij heeft geen tijd voor, hè? Ja, die heeft tijd voor, nee. Nee. Wat doet hij? Geef op zoek naar vrienden, hè? Oh, maar die kunnen met die carnaval alleen de van, of niet? Dat is allemaal lukken, denk ik, ja. Ja, ik ga met hij zegt gewoon, dit is waar, die is gewoon hem van hem en dan... Oh, de wagen van hem? Ja. Hoeveel man zijn jullie, Twan? Of... Bram. Bram? Wij zijn met... 14 man. Wij zijn de kleinste club van Moesland eigenlijk. Ja, ja. Maar met de grootste wagen? Met de grootste wagen. Hoop je? Ja, dat niet. Op niet gering noord dan. Want zo is het kort, hè. Dat moet nog veel aan gebeuren, hè? Tenminste, wat schilderwerk betreft dan. Dat moet nog veel geschilderd worden, ja. Ja. Dus de kerst is nog flink mee bezig. Ja, de kerst die kan wel schilderen, jongen. Die maar die kan ook plekken, jongen. Dat zijn echte plekken, hoor. Hij wordt ook een beetje rood nou. Maar, oh nee, dat is een horen. Sorry. Goh, voor mij kan ook het fijne werk. Zie je dat? En eigenlijk, Tiel is er ook al, maar ja, die zit nou in de ziektewet, hè. Dat is ook een van de noeste werkers, heb ik begrepen, hè? Dat is een van de goeste werkers, ja. Juist. Die maakt al de constructies en de bewegingen en zo. Maar ik zie het wel, jullie komen op tijd klaar. Dat wil zeggen, op tijd klaar. Bij de wagen moeten we nog kijken, maar ja. De rest zal wel goed komen. De rest komen ze klaar. Sorry. Maar ik kom wel bij mijn plekken, waren jullie goed? Ik moet daar even iets leuks maken. Even stoppen. Je ziet wel op allemaal in elkaar over. Johnny Spierings, de grote woordvoerder, die zal even een uitleg geven van het idee. Johnny, vertel eens even. Ja, wij maken iets over Zwanenberg en met een pretpark niet, waar je ooit mee bezig is geweest. Oh ja. En we proberen dan een beetje na te bootsen met op de kar een groot schommelschip en een groot
draaimolen en die komt achter bovenop de draaimolen. Hij draait ook wel helemaal rond en dan komen al die vier koppen hierop. Ja, ja, dan pakken we dadelijk de draaimolen, lekker dicht dan. Ja. Ja, vertel eens even, ik zit niet dichterbij. Hier hebben we nog een gruwelijke mooie meidjes van Krap Werk. Hey. Die kunnen ook heel goed schilderen. Dus ik heb je het kracht ingehuurd eigenlijk, goed gewerkt dan. Komt hè? Ja. Wij zijn knappe jongens en dan trekt dat knappe bij jongen. Jongen wel een duk hè. Oh. Maar er zijn eigenlijk een beetje overlopers aan. Nee, gewoon mee aan het doen. Kees! Ja! Gewoon mee, anders krijg ik niet gelijk kloor. Maar ze zijn ook mooi met fijne werk, want die schilderen goed zie ik wel. Ja, die zijn heel goed bezig. Oh, doe. Kijk, er al een half uur. Ja, dat is toch iets van de mis op zondag. Oh ja. De mis, ja. Geen mis. Joey Springer kunt? Joey Springer kunt, ja. 12 uur, hè? 12 uur in de Polsduif. In de Polsduif, ja. Even vertellen wie het allemaal zijn. Ja, die zijn... pretparkartiest, hè, Jos? Jos, de pretparkartiest. De midden is Zwanenberg, die heeft twee grote zakken goud vast. En hier zijn gewoon poppen rondom hennen. Die draait ook allemaal rond. Je kunt op die carousel. Die carousel draait... Loop even naar de carousel toe, Johnny. Dat is prima. De carousel die draait ook rond. En die andere poppen die er bovenop komen, draaien een andere kant rond. Dus dat draait tegen elkaar in. Ja, ja. Johnny heeft hier krik op. En Johnny is aan het schilderen, hoor. Je komt om de kant te schilderen dat je krik hoort. Dus de krik moest nog erbij om hem dan een beetje raag houden. Ja, we hebben een auto. Dat moest eigenlijk een Porsche zijn, maar daar is die helemaal gelukt. Oh, lekker aardig op een Porsche. En een helikopter en dan een zwaan. Ja, beginnen wij maar de helikopter is van Zwanenberg, hè? Ja, de Zwanenberg is moet dus eigenlijk alles op de Zwanenberg. Ja. En de zwaan ook. We hebben dan een struis voorgestaan. En dan, ja. Dichterbij, Jos. Ik ben pretpark een stommetschip. Dat ook nog, dat komt hier en dat draait nog alleen rondom zijn as. En dat kan allemaal de hoogte uit die ook over hoog gezien. Je bent niet bang dat je. Ja, achterop die kop van Zwanen ergens erop zat, is denk ik een meter of 8,5 gelukkig. Kunnen we even van die dames gaan kijken, Johnny? Ja, want daar ga ik er liever naartoe gelukkig. Janneke. Wat is dit dan voor jullie A-club, hè? Ja, die is van ons eigen. Oh, gelukkig, want ik wou bang dat jullie allemaal in linken vallen kan. Nee, niet allemaal. Wel veel. Ja, de stagiaires moeten voetballen nou, dus de worden namens ook nog geweest. En wie zit op de krat hoor, Johnny? Hij is onze Dazi. Dat is onze Dazi. Ja, ja, die kan ik denk aan heel goed schilderen. Hele fijne meid. Dus Dazi is echt voor het fijne werk. Fijne werk, ja. Fijne werk, ja. En wie is hier aan het witte? Ja, dat is nou een drummer. Dat is helemaal niks wat je maakt. Een drummer maakt er helemaal niks van dan. Dat is helemaal niks. Maar goed, ja, die hij heeft er wel vertrouwen in jou, want hij zegt het komt goed. Ja, je moet ze allemaal bezig houden, hè? Ja, je moet ze bezig houden. Je moet ze gewoon aan het werk houden, hè? Ja, ook. En wie zit hier achter nog? Want achter zit er ook nog een paar op hoort te schilderen. En vertel eens, Johnny, wie zijn daar? Ja, dit is Bas en Hermien. Die gaan volgend jaar november gaan ze trouwen. Kijk, weer feest voor jullie dan. Ja, groot feest. Jongen, jongen. Oh, waar wij dan? We zijn nog 30 meter helpen. Ja, jawel. Hier kwam gestopt, hier mooi alles vol. En ja, ik weet het zeggen. Nee, is goed. Ontspanningsoord. Ik kan wel even binnenkomen. Het is uniek.
spanningsoord. Dus hebben jullie hier meer tijd voor dan van bouwen, of niet? Ja, een beetje wel. Dat dacht ik al, ja. Flesje bier. Zullen we een flesje bier pakken? Ja, een flesje bier. Maar die zet ik niet in. Mogen de dames hier ook binnenkomen, of niet? Ja, dat mogen hier ook binnenkomen. En doen ze dat? Ja, dat doen ze. Ja. Als we in de kou blijven zitten. Hé, cameraman, niet inzoomen nou. Als ze maar niet op de schildering schilderen. Doen ze dat? Niet op de nieuwe natuurplaatje schilderen, zeg maar. Nee. Dat moet natuurlijk puur natuur blijven. Puur natuur. Maar ik heb bijna licht. Heb er nog een beetje stroom? Want ze zien het. Ik weet niet waarom die lamp het niet doet. Mijn pils, kijk. Ik ga hem volgen. Ik zal eens kijken. Kom maar eens even kijken. Hé hey jongens, dan zijn we weer weg. Ja. Veel plezier. Ja, ik bedoel eigenlijk veel seksplezier, hè? Ja. Houdoe. Kijk, plezier. Weinig kans. Kijk, als we hier aankomen, dan zie je het al. Ze zijn al buiten aan het werken. Het is wel mooi weer. Zullen we eens gaan kijken wat ze gemaakt hebben hier. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Wat zijn jullie aan het stratten hier? Wij zijn haren aan het maken. Voor de een van de poppen. Haren voor de poppen? Ja. Maar vriendenwerk is dat? Is dat geen meidenwerk? Ja, jullie vrouwen, maar die komen bij ons niet bouwen. Komen jullie niet bouwen? Nee. Je moet ene hebben. Ja, ook al. Je moet ook alleen hebben. Maar die komen bij ons niet bouwen. Dus jullie hebben geen vrouw voor erin dan? Toch wel? Ja, maar die zoekt niet te bouwen. Die zoekt niet te bouwen. En die wil alleen maar meelopen in de loop uithalen. Juist. En dan beuren we gewoon op het podium als wij juist worden. Oh. Want dan worden we er joh. Zullen we eens kijken naar we Ralf kunnen vinden? Ralf, de woordvoerder. Belangrijk persoon binnen deze organisatie. Een mooie Thijs, dan ga je nou een filmpje. Noem Noemwijzer, die moet. Waar moet die? Rondleiding hier. Wat doet Thijs de Flikker? Nee, dat is schuur 1. Ja? De schuur 2 en schuur 3 is ergens anders. Ja, stok nou de schuur 1, hoe lang we even kijken dan? Ah, oh, dat stok hier. Zullen we even kijken samen dan? Kom. Voor de film zo. Nou, wat hebben jullie twee schuren? Dus die hebben we hier neergezet. Daarom staat hij hier in deze schuur. Ja. Want die kost het dan hier eindelijk uit. Ja, dan mocht men toen nuchter waren. Wat stelt daarvoor? Een kop. Ja, daar zie ik ook wel, ja. Maar is dat een harde kop of is het? De prins. Was de prins. Met een grote kop. Ja. Zo'n grote kop hebben onze prins toch niet? Nee, maar dat is, niet, dat is gewoon een beetje verzonnen. Hè. Oh, een beetje verzonnen. Ik heb niet zoveel nodig, dat kunnen wij niet. Wij maken een groot en lomp. Groot en lomp? Ja. Mooi. Je moet altijd wel goed in mensen zeggen. Zo is dat, zo is dat. Nou, dat is mooi. Gaan we even naar de andere schuur kijken, want... Ja? Hey Thijs, nou, vertel eens een beetje, waar houdt het allemaal in? Ja, wij hebben eerst een idee met arm of rijk, dan zijn we allemaal gelijk. Maar ja, dat wordt nou anders. Wordt er anders? Want, we hebben voor een wagen komt een Cadillac, die hebben we allemaal gevormd en mm-hmm. Dan wordt welke gek hangt er in een carnavalswagen achter onze Cadillac? Welke gek hangt er in een carnavalswagen achter onze Cadillac? Ja, dat is ook een mooi idee, ja. Dus nou hebben we eigenlijk een pop-up gemaakt van die mijn armen rijk maken. Dan hebben we hier bijvoorbeeld een zwerver, een Arabier, die is weer rijk natuurlijk. Een Arabier? Een Mexicaan is dat. Mm-hmm. Die achterste, dat is een Mexicaan. Die is dan ook arm. Daar zijn gewoon een paar koppen die er nog op moeten komen. Die is ook een arm manneke. En wie is zo'n schilder? Dat is Ralf. Ralf? Ja, dat is een beetje hoofd... Hoofdontwikkelingszaken? Nee. Hoofd wat? Ontwikkelingszaken? Gewoon hoofd. Oh, hoofd? Groot hoofd. Groot hoofd? Dat is een beetje ons dom hulpje. Algemeen dom hulpje. Wie is dat? Wie? Ralf? Ralf. Ralf, een dom hulpje. Laten we verder, cameraman. We gaan verder. Laten we verder. En hier man van de kleuren. Roelwijzer. Man van de kleuren. Ja, dat is duidelijk, ja.
ja, dat is duidelijk hier. Hij komt hier een dag voor de optocht, kunt je al tonen en dan valt hij in de kwast. En dan denk een dag voor de optocht? Ja. En dan schuurt hij echt zijn overal vol en dan, ja, dan kan hij weer mee naar het feestje. En rekenen we de afleveringen aan de wagen thuis of niet? Ja, ja, hij wordt achteraf gezien wel, ja. 4 meter breed. 4 meter breed? Dat kan. En maar 2 meter lang leuk. Ja, 3 meter kan ook zijn, maar dus je hebt geen wagen. We hebben geen problemen. Je hebt geen problemen. Nee, 7 meter breed denk ik toch niet. Nee, hij wordt afmetingen kloppen allemaal in tweede instantie, maar nou kloppen ze. Ja. En dan zat er nog in te lassen. Thijs? Ah, dat is een hommes. Dat is eigenlijk onze profbouwer. Jullie profbouwer? Ja, ja? Die neemt in de winter. Die bouwt gewoon voor zijn. Ja, die wordt er gewoon voor betaald. Die jongen krijgt gewoon 10 per uur. En dan 2 maanden lang. Alleen in de vakantiedag hoop ik, of niet Thijs? Nee. Hij heeft ontslag genomen. Waar? Ontslag genomen, want hij heeft gewoon meer kunnen bouwen. Als jij door al die last rijden, een beetje goed in een bak vinkt, dan vind je het ook niet lekker. Ja, dat moet je maar kijken. Kijk, dat is onze achterste beweging. Heel mooi, heel fraai. Die hebben wij al 2 keer gemaakt. Die was een keer afgebroken met testen. En we hebben er nog een meter tussen. Maar je hebt hem dat dit jaar goed gelast dan, Thijs, of niet? Ja, dat hopen wij. Omdat gezien dat je al afgebroken was, dan moet je ja, die onze hoofdlasconstructies, die is even weg. Je leert eigenlijk allemaal professioneel volkwerk wel, hè? Professioneel, dat is een heel professioneel club. En wat denk je dit jaar dan? Voor de eerste twee? Eerste plots. Eerste plots, ja. Ja, voor leger doen wij het niet. Nee. Ja, en eigenlijk draait het allemaal en het is allemaal mooi geschilderd en het draait allemaal en het beweegt allemaal. Doe eens. Oh, hier zit de beweging, Thijs, hier? Ja, dit ding. Ik wil filmen dat een andere koe bijgeven. Als je. Ja. Kijk, als je deze beweegt, dan beweegt eigenlijk alles. Die ervoor beweegt, en het wipt dan nog. Deze wip. En deze komt. Hoe hebben jullie wippen kunnen krijgen, allemaal zonder de vrouwvolk erbij? Ja. Hè? Ik weet niet of veel wipwerk in, dat zie ik wel. Maar dat is altijd mooi, hè? Ja, dat is logisch. Wippen is altijd mooi. Wippen is altijd mooi, ja. Kijk, en dan hebben we hier nog deze. Die draait helemaal rond en die komt dan door bovenop de klaar laten staan. Ja, dat is de achterkant dan. Staat nou vast, maar die kan helemaal, die draait helemaal rond. En die komt een schitterende wagen, jongens. Klaar voor laten staan. Bouwhulp, die veegt ook nog alles de koeien voor. Hommel. Maar dat hoeft toch niet, of wel? Dat hoeft toch hier niet te werken hier? Jawel. Echt hoor? Jullie werken voor hier in de schuur. En door achter werd ook gewerkt. Kijk. Ja. Nou. Ah, ja. Is onze blikken basket. Blikken basket? Hoezo? Ja, is, kijk, als je een blikje leeg hebt gedronken, dan probeer hem erin te gooien. Maar ja, dat is niks thuis, niet altijd, dat ziet hem maar. Dus ik heb geen flesje bier nou zeker? Nee, maar. Kijk, dat was je moet hem erin hebben en dan een flesje bier. Was met de bedoeling gebeurd, dan rooi je met die jongens een keer de bouwschuur op. Dat is geen eigen idee dan? Nee, dat is eigenlijk het idee van, dit is onze automatische plakinstallatie. Die hebben we deel voor het wat? Een? Automatische plakinstallatie. Automatische plakinstallatie? Ja, dat is heel handig. Het is, eigenlijk simpel, maar ja, wij hebben er al een trooi op gevraagd, op ongevraagd, dus ik kan best uitleggen hoe dat in elkaar zit. Je hebt gewoon boven, begint het met een jerrycan. Ja? Die zit gevuld met plak. Loopt dan hier door die slang omlaag en dan loopt gewoon door de kwast. Kijk, als een hond nou even strooit schijt. Ja, maar hij loopt niet uit. Kunnen gewoon zien. Hij loopt vandaag niet uit. Ja, eigenlijk komt de plak uitgelopen, maar hij is er precies goed afgesteld. Ja, ik ben al klaar voor plakken, dus wat hebben we. Ja, hij is precies goed afgesteld, dus er komt niet te veel uit. Dus, Maar ben je nou niet bang dat andere clubs het ook al gebruiken? Nou, dit uitzend? Nee, wij hebben er ook trooi op. Ja. Dus, wij beuren er toch gewoon ons deel van. Juist. Heel verstandig. Ja, dat is gewoon uniek, maar, ja. Is gewoon, je hebt gewoon die handigheid van, je hoeft niet meer in de emmer. En speciale plak kwam niks.
niks. Gewoon dezelfde plak. Je verknoeit minder plak. Oeh, mijn mouw zit niet altijd onder die plak. Het is ja, gewoon een en al voordeel. Uniek, uniek, ja. Uniek. Goed. En simpel. Mooi. Ja. Dat moest wel eigenlijk een hartelijk toetje. Hé jongens, ik goed begrijp, zijn net de dames van jullie nou, of niet? Ja, hé, hey, lijkt het alsof er ooit in komt. Juist. Hé, hey, veel succes. Hebben jullie toevallig iets te zeggen of nog? Ja, houdoe. Ja. Houdoe? Ja. Ja. En succes nog op dan. Veel succes. Onze beker van de eerste plots die valt te bezichtigen ter zijde tijden hier in de schuur. In de schuur? Ja. Ja. Oké, okay, jongens, bedankt hè. Succes hè. Houdoe. 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 Oké. Okay. Klooi, die bouwen hier bij boer Arts. Zo'n Winkelstraat. Zullen we eens gaan kijken wat die weer hebben. Kom, kamerman. Sosje de Mork. Een naam. Ja, ja. Naam. Goed. Goed. Sascha. Ja. Jij bent de woordvoerder hier van de club? Ja, ze zeggen het. Zeggen ze het? Oh, is het niet zo dan? Wel, oh. Zullen jullie willen. Hey, kun je eens een beetje vertellen van wat het allemaal uithoudt, jullie poppen al? Wij zijn benieuwd. Dat kan ik wel, ja. Ja, vertel eens een beetje. Dat doen de joh over. Als je het niet weet, dan vraag ik me. Dus je hebt hulp genoeg, hoor ik wel. Ja, wij de joh doen we het over skiën. Bij ons gaan we de joh 5 skiën met de carnaval. Maar 1 jaar, denk ik, of niet? Dat weet ik niet. Ik, ik denk dat ze volgend jaar niet meer terugkomen. Ik hoop het wel, dat is maar 1 jaar dan. En dan hebben we ideeën. Was nou het grootste bal, skiën of carnaval? Skiën of carnaval? Ja. Nou, door een carnavalspop. Die. Een beetje carnavalesk is. En deze is dan snowboarder. Snowboarder, oh ja. Ja. Hebben we al een beetje rekening gehad met de hoogte? Ja, we komen niet hoger dan 8 meter. 8 meter? Hey, niet hoger? Nee, nee. En jullie beweging dan? Want die wel, loopt wel verder uit, denk ik. Een schommelbeweging, die gaat zo open. Hè. Kan misschien kan de voet er niet bij. Ja, die kan veel wij, maar als je nou tegen dat kan. En dan hebben we hier in het midden een gondel. Dat is nou ook actueel. Omdat de pas in de straaljager een gondel heeft. Gaan we zo actueel water doen? Sintje, die nou niet op de video staat. Dit is de gondel, hè? De gondel van Italië, zou ik maar zeggen. Van Italië. Jongen, jongen, we hebben hier een ruisige blik gehad eigenlijk. Ja, alles ziet, hè? God, Tommy. De straaljager, ik wil hier een lijn voor bouwen. Ja, meestal de gondel. De straaljager aan wok, maar wat je hier blijven is, je weet niet. Maar zijn Tobias niet mee, volgens mij. En dan hebben we voor op. Nog een skier die in de sneeuwbal is verzeild geraakt. En die wordt gered door een Sint-Bernardshond. En de Sint-Bernardshond is er ook bij? Ja, die zit in die sneeuwbal ook. Oh ja, ja. En deze kop die komt dan hier op die wurstel. Want die vijf overlopers wil ik wel eens even een hartig woordje mee spreken, want dat kan toch niet, hè? Zijn er nou maar 2? Ha. Dat is jammer. Het zijn nog 2 van die grote carnavalsvierders ook, dus wij weten ook niet wat ze bezien. Maar één voordeel hebben ze wel, ze hebben meegeholpen. Ja, zeker. Zonder jullie hadden we het wel niet gered. Zonder jullie hadden we het wel niet gered. Nee. Stel dus, voor, Sascha. Dit is Rob Loser Kussers. Juist, Loser, ja. En dit is Tobias, zoon van Wim. Lange. Ben ik daar. Dat is jou ook maar eens voor de gek. Maar die twee die gaan, die zijn de echte overlopers. Wij gaan naar skiën. Gaan ze gaan mee skiën? Ja, ja. Hey, jongens, dit jaar de laatste keer geweest denk ik of niet? Of gaan we volgend jaar weer skiën? Maar is het nou heel goed bevalt aan skiën? Als het goed bevalt, dan gaan we volgend jaar met kerst. Goed zo, dat is heel verstandig. Zou ik het ook doen. Kunnen we 2 weken gaan. Sascha, en hier hebben we nog 2 ja, dit is, harde werkers, loeste werkers. Een van onze harde werkers, Roy van Boekel. Hard werken? Hij, vaak aanwezig ook. Ik heb vooral
Joey Plakenburg, alias Funk. Funk. Ja. Funk. Het is nieuw, hè? Beter bekend is Schaik. Nieuw. Hij doet ook een buikspiertraining. Let's kijken. Ah, joh. Oh. Zet zijkant, Funk. Je kunt er zo een flesje bier op zetten. Nee, dat goed. Je moet nog iets harder trainen. Hey, en het vrouwelijk schoon heb ik nog niet gezien, Sascha. Ja, anders, hè? Je moet je vangen als je ja, dat ziet. Help je even mee dan, want... Zo, kom eens. Ik ben aanwezig. Maar het vrouwelijk schoon doet hier het fijne werk dan, of niet? Ja. Ja, alles of alleen maar dit? Ja, Duk is wat fijn. Oh, sorry. Ja. Willy, Duk is wat fijn als vrouwelijk schoon. Maar echt voor de fijne finishing touch. Rond doet iedereen. Ja. Hebben jullie geen speciale schilder of zo? Thee? Thee de schilder. Ja. De winterschilder. Maar dat is een andere vraag, Sascha. Ja. Want al verschillende jaren zijn jullie tweede geworden, hè? Al drie, hoor. Hij was het podium gezien. Mooi podium. Het podium. Schoon podium. Even overnieuw. Ja, dan komt ook verder, hè? Kun je achter elkaar plakken, Jos? Ja. Podium, ja, we zijn al drie keer tweede geworden. Ja. Dan hebben we een podium gemaakt. In plaats van de eerste tweede en derde plaats. Dan hebben we nou een podium gemaakt. Laat eens kijken. Met 3-2 erop. Met 3-2 erop? Met 3-2 erop. Maar als we zesde worden, dan hebben we nog gelijk. Want 3x2 is 6. Maar je zult toch wel een keer eerst worden dit jaar, of niet? Jij bent al bij meerdere carnavalsclubs geweest. Wij mogen nergens meer binnen. Echt niet? Nee, dus ze zeggen dat wij af en toe kijken. Och, die concurrentie is niet zo erg. Nee, joh. Wat denkt jij? Nou, ik denk dat jullie dit jaar het eerste worden. Oké. Denk ik, hè? Denk ik. Nee, dat is zo goed kunnen. Kun je bij jouw hoofdkamp verantwoordelijk staan als wij doen? Denk ik, zeg drie keer. Kunnen we dat altijd uitknippen dan? Achteraf, ja. Dat wordt ook pas de normen te zien, hè? Het scheelt veel. Die deur is echt op die. We hebben er van buiten net veel film binnengehaald, dus hij zat erop. Schitterend. En ja, onze eigen Wim, hè? Ja, dat is antiek, hè? Ja, uiteraard. Die blijft antiek. Dat is onze boot. Elke club heeft zijn vrijhuksen, hè? Maar ik heb begrepen dat dit jullie vrijhuksen is. Ja. Alleen toen ik straks met de eigenaar hier van de boerderij kon vragen, toen zei hij van ja, ik moet elke maand eens kijken dat hier niks achterblijft. Hoe je even klaar dat is, zo kan dat. Er blijft niks achter. Oh. Wij zijn meestal meer alleen jongens en van die kant zijn wij niet. Oh, zo. Dus ik neem mij die hier blijft lopen of zo. En nou is zij er, maar die wil ons absoluut niet. Oh. Dus dat komt allemaal mooi uit. Ja. Maar ik ben blij dat ben in ieder geval blij dat iemand hier toch kijkt. Dat jullie nog een beetje fatsoenlijk blijven toch? En al een kus. Zijn ze ons thuis naar elkaar? Goed ook. Goed ook. Maar goed ook. Of niet weg. Ja, dat mag niet. Dat is een goede opvoeding, hè? Bouwouders. Ja, bouwouders, goede opvoeding. Ja, hoor je maar politiek onderlegd en zo? Ja, dat wel. Ja? Ja. Dus jullie zijn al klaar voor de verkiezingen al. Jullie weten al wat jullie moeten zeggen. We horen al lang voor de stoel. We zijn er bij die ambtenaren willen horen. Ze zitten nog op de provincieus, dus ze zitten nog hoog. Maar we gaan nog geen politieke voorkeur uitspreken, of wel, jongens? Nee, dat kan ook niet, hè? Stem op mooi geklooi. Juist, daar bedoel ik. Stem op mooi geklooi, lijst 2. Naar de carnavalsvereniging Zottegefrot. Die zijn begonnen in de schuur aan de Lochtenbergstraat. Alleen hadden ze één probleem. Het was allemaal te klein. En nu zijn ze hier op het bedrijf van Jonkergouw. En kunnen ze hier verder bouwen. Hier hebben ze een beetje meer ruimte. Zullen we eens kijken wat die gemaakt hebben? Oké. Okay. Beetje rondleiding, Giel. Wat, kun je een beetje uitleggen wat het allemaal betekent wat jullie gemaakt hebben? Nou, we hebben een carnavalswagen gemaakt. Dat is en, ook gezien, ja. Wij zijn er netjes geweest om aan iedereen te laten zien hoe een wagen nou op wordt gebouwd. Want alle wagens zijn af en zo. En iedereen heeft alles verwerkt. Ons kun je zien hoe het allemaal vlak is en zo. Dat kun je allemaal keihard zien hier. Nou, we hebben dus een wagen, het heet Graafmerk op carnaval. Eén groot slopersbal. En we hebben dus allemaal carnavalisjes gevormd. En Giel zal ons even rondleiden. Nou, kom hier al binnen en we zien dan meteen zo'n grote popkiel. Jongen, dat is al een probleem hoor, of niet? Nee, dat is allemaal heel zwart en zo, dat kun je allemaal indrukken. Ja, maar het is de bedoeling dat je een beetje heel blijft, of niet? Ah, ja.
een beetje in de hand. Zeg maar een heel beetje in de hand knopen. Dat is mooi. En dan gaan we het allemaal bij je doen. En wat is dit? Dit is onze trekpop. De trekpop? Dus jullie hoeven zelf niet te trekken dan? Hè? Nee, wij gaan Henk trekken. Oh, jullie gaan Henk trekken? Wij gaan Henk trekken. wij hebben vorig jaar dus natuurlijk gezien bij Elle Bellenbal en zo. Dan kun je altijd zien hoe Henk altijd plezier maakt op het podium en zo. En als je dat niet opdekt, dan kun je zien hoe hij altijd danst. En daar is Henk danst altijd een beetje zo. Ik ga altijd zo. Ja, dat is ook gemaakt. Die komt op de trekstang. Die komt op de trekstang, ja. Die mond gaat ook over naar wild maken. Ja, zo. Die is straks zo. En daar is onze gaten dus. Dat is een gaten. Ja, er stond die hier van de kop nog eens hier bovenop. Dus die wordt een meter of 8 hoog en zo. Dat wordt al lang. 8 meter hoog, dat wordt het probleem. Er komt nog een hele kraan onder. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja, ja. Maar het gebrek gebrek dan meteen af, denk ik. Dat is gewoon bijna niet afgebroken. Nee, dat lukt wel. Ik heb er wel rekening mee gehouden dat die hier schaar wordt. Ja. Wij houden alles over. Alles wat kapot kan hebben, alvast kapot gemaakt. Goed. Jongens, verder kijken. De kachel is een plaatje. Ja, hier komen dus die poppen op te staan. Hier komen de carnavalisjes op te staan. Carnavalisjes, juist. Ja. Zijn de mensen die vaak niet altijd de wagens komen slopen tegen onze zin in en zo. Juist. Die komen hier allemaal op te staan. Die gaat op rond draaien. En dan komen al die poppen. Die blijven recht naar voren kijken. Die komen hierin te staan. En vanwege een ingenieurssysteem hier onderin, met allemaal wielen en touwen en weet ik het wel allemaal, blijft allemaal mooi recht naar voren staan. En dan zie je de camera, hè? Moet je de pop dan nog dichtbij kijken? We zijn al een kleine club, dit is onze politieman. Dat is de waker. Die gaat daar. Pak hij. Maar dan moet nog veel belast worden, lastmoment, Brian. Ja, ja, dan kom ik bij de voorste trommels, hè? Ja, ja. Maar de constructie is allemaal goed? Nee, nog niet. Daarom. Er breekt niks af? Nee, dat dacht ik nog niet meer. Ja, nieuw ijzer gehaald. Ja. We hadden van de meneer van de akker geweest. Meneer van de akker zelf? Ja, ja. Dat moet vandaag even. Ja, dat is helemaal. Aan die poffen komen dan op die... Dat zijn de kamer van de rest. De kamer van de rest, ja. We kunnen hier bij opnieuw. Pas op, we moeten het uitdoen. Een skater, dat is een skateboard, die draait heel mooi rond. Er komt die pop ook nog bij te staan. Ons mooie vrouwtje, daar hoort het een beetje bij elkaar van natuurlijk. En daarachter staat nog een pop en die doen we hetzelfde als dit. Maar dat kunnen we maar goed zien. Het is niet met de kamer van allemaal. En dan is het politieagent. Politieagent, juist. Politieagent hond. En ja, oh, de prins nog. Dat is de prins? Ja, nee, ons raadslid. Oh, een raadslid. En wie is dat? Had ik vragen mag. Nou, daar moet je aan die kop maar zien. We hebben sinds dit jaar een nieuw lid. En die hebben maar een beetje meteen nagemaakt. Juist. We zijn een beetje door die raadsleden aan het op... Nou, wij willen hoogkomen dus. Juist. Kunnen we eens even gaan kijken naar die fanatieke schilders hier? Want, ja, ze zijn net geschilderd. Dat is een schilder. Wacht even. Ja, dan gaan we even terug aan de andere kant. Mooie stellen kleuren en zo. Ja. Dit is dus Sari. Dit is Sari? Ja. Kijk eens aan, die zal die blij mee zijn. Ja, hey? Hoop ik wel. Ja, die komt er goed bij te staan. Die zet er een mooi podium erbij en zo. En wie is daar aan het schilderen? Dat is Tetje. Tetje? Dat is ons hardwerkende, productiefste lid van de hele club. De hardwerkende? Zo. Dat is de enige die elke avond hier is geweest. Kijk. Dat bedoel ik, want ook elke avond. En ook elke avond. Gewoon over, en wie hebben we nog meer? Dit is best. Penningmeester, ook in een hardwerkend lid. Dus de penningmeester nu in de centerplaats, moet ook meehelpen hier. Jazeker. Die afdoen werken, moet je zetten in de tas. Oh, jij hebt hè? Hij is ook eens betaald lid wat we hebben. Wij betalen hem allemaal om hier te komen werken, juist. En penningmeester. Kijk, dat moet ook. Hé, maar ik zie geen dames schilderen, hoe komt hij? Ja, die zijn allemaal hard aan het werken. Moet een keer s'avonds komen. Nee, het is zaterdag, iedereen dus is jullie maken het een onderscheid van het grove werk door de mannen en het fijne werk door de vrouwen? Nooit. Dat groeit vanzelf zo. Dat groeit vanzelf zo. Maar ik zie jullie met dezelfde aanleg als de vrouw. Jullie kunnen net schilderen. Ja, proberen. En zou ik Aard ook net rondlopen als net hier, hoe is hij nou weer? En wie is de lid van jullie? Sander, kom ik dan. Dat is Sander. Sander. Kijk, een vrouw. Kijk. Rijen. Hoi. Even een schilder, die komt laten zien hoe ze moeten schilderen daar. Aard mag even op. En Aard, is het een beetje de klusjesman hier, Giel, of niet?
ja, Aart is de man die de trekpop heeft gemaakt en dat soort bizarre ideeën verzint. Bizarre ideeën van, ja, van Aart? Alle bewegingen. Ja, bizarre ideeën zijn altijd van Aart. Ja, raar manneke. Is een oud carnavalsprins, dus dat groeit dan vanzelf zo. Ja. En dan zakt hij hier zo af als gewoon een braaier. Dat wil niks zeggen. Hè, dus. Ja. Maar hij is een zwager dus. Ja, ja. En hoeveel dames hebben jullie in de club? Penningmeester. Een stuk of 8. Ja, wij er 5. 5? Kom dan meer terug. 5. 5 dames? 5. 8. 9. 9? Wat er dan meer? Ja. Daar nog een keer vraag over 12. Heel goed. Hoeveel man zijn jullie dan? 25 man. Ja, dat is weer gegroeid van 18 naar 25. Van 18 naar 25, dus je werd uitbreiding aan. Ja. Mooi. Contributieverlaging. Contributieverlaging, uiteraard, natuurlijk. Anders had het niet. Nee, komt een goede week tijd. Maar wat denk je, Nico? Welke prijs zullen we halen? Nou, wij... Hoe gaat het wel? Wij gingen voor de eerste 10 plaatsen, maar aangezien de haast en zo, en gaan we toch gewoon verhogen als vorig jaar. Vorig jaar waren we 13e na de spannende strijd met de tussenstanders. En nou gaan we de 12e of hoger. Dus elke verbinding is voor jullie al complete winst? Ja, nou wel. Elke 2012 ooit. Ja, we gaan voor weg van 12 jaar, dan zitten we op de eerste plaats. Ach nee, we zijn de hele tijd groot gaan bouwen. Ja. En die ambitie zijn bouwen. Zo is het. Bouwschuur van Harry Jans. En hier bouwt dan Ok Nog Ok. Dus even kijken wat die aan het bouwen zijn. Nou, het is er niet zo druk vanavond, zie ik. Maar Gert-Jan zie ik al bezig hier. Dag Gert-Jan. Maar de woordvoerder is er ook, hè? Ja, die staat er achter. Zullen we daar eens even naartoe gaan, cameraman? Even kijken. Want Marcel die zal ons in en al wat kunnen vertellen. Maar de grootste praatjes maken zijn er nou niet, hè? Jawel, maar die houden stil. Oh. Want ik mis de verras ook nou. Komt je ook mee helpen ooit? Of doe je niks? Maar die is er niet omdat... Weet ik. Is hij jarig vandaag? Ja. Oh. 27 meter is wat. Hé, maar ik dacht, ik wil eerst niet zo uit gaan bouwen. Marcel. Ja, dat weet ik wel. Hè. Op december dan hebben we een paar die zin in hebben. Ja, maar ik heb gehoord, dus komt er niks en dan in één keer binnen jullie gaan. Ja, dan zijn we toch altijd een stuk of 3, 4 genoeg zin in hebben om het hele zootje maar weer op te starten. En in plaats van een klein waantje? Ja, dat valt niet tegen nog. En we hebben een grote van gemaakt, jongen. Ja, we zijn nog begonnen. En voor ons een doen is dit toch nog. Ah, dat is nog wel lang hoor. Kun je ook een beetje vertellen, Marcel, wat het allemaal inhoudt? Nou, dit jaar gaan wij met onze carnavalswagen Oosterse sferen in. Ja? Schaikse carnaval in Oosterse sferen. De Boeddha komt het Moesland bekeren. Ja. En dan is dit de grote Boeddha. Die moet dan het Moesland bekeren. En dan hebben we bovenop zijn kop die daar staat, hebben we nog een kluimpje staan. Beste? Daar staat de boerenkop eerst nog. Oh ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Die moet hier bovenop blijven gepast worden. En dan zie je er bovenop zie je er nog een los heintje zitten. En waar is dat voor dan? En daar staat, dat is het heintje van de clown. Die komt nog bovenop de boerenkop te staan. Hoe hoog wordt die dan, Wally? Dan wordt die 7,5 meter of zo. Oh. Ja, dat is het nadeel als je een bouwschuur bouwt die maar 3 meter hoog is. Hè? Dan moet je het in 3 bouwen. Ja, ja. Dat komt niet uit. Maar dan moet je rekening houden met de boom. Nee, want het clowntje is niet echt super stevig van boven, maar... Hij kan wel draaien? Daar kan wel draaien, als je draait dan mee met de boom, dan komt alles wel goed. En dan voor, die hangen voor mij die? Voor mij die, ja, die hebben we gemaakt. Nee, dit is hier onze gesluierde buikdanseres, ook uit het Verre Oosten, opgetrommeld hier naartoe.
Die moet links voor op de wagen staan. En dan hebben we rechts voor op de wagen. Is de rest even stil dan. Deze moet nog gesluit worden, maar dit wordt onze gesluide dame. Is het tot nog toe een beetje het brokken pilootje geweest van onze wagen. Hoezo? Die is al een keer gereviseerd. Die was net iets minder geworden. Oh. Hé, maar ik zie geen damesschilder bij jullie. Jullie moeten het werken doen. Ja. Hoe komt dat? Dat is vast prik bij ons voor, hè. De dames lopen daar mee voor de show dan? Die lopen mee voor de show. Oh. Nee, dat is niet helemaal. Er zijn ook wel dames die bij ons geholpen hebben. Oh, toch wel. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Ik krijg daar gewoon gezicht als ze daar. Nee, dat valt best mee. Ja. De lamp van Aladdin. Dit is de lamp van Aladdin. Kom er iets op je. Kepke daar. Dan komt, dan komen het eerst de Chinezen die komen eruit. Die komen uit de wonderlamp gevlogen. En wat er een beetje bewegen? Die draaien daar aan die kant van de wagen rond. En aan de andere kant staat dan ons buikdanseresje. En wat tussenin is goed, dus moet je precies de Boeddha kunnen zien staan. Ja. En dan hiervoor en daar hebben we twee torentjes van de tempel. En daarachter staan nog twee grotere torentjes. En dan hebben we ons wagentje bij elkaar eigenlijk. Nee joh. Dan moeten we het doen, man. Dat wordt een mooie. Ja. En geef je aan die schilders in driftig los? Ja, die is er al dagen, hè? Ja. Ja. Dat is de fanatiek, dat is niet in de club. Ja, zodra de kwasten komen wel. Hoezo? Zodra de kwasten komen? Ja, tot de kwasten, dan zijn we wat je wintersport, zo weer. Oh, ja. Die komt terug als het ergens tijd is, dat boekt hij wel. Dat is ook het mooiste. Dan kwamen we nog uit de bier wel, ik veel meer in. Ja, alsof wij veel bier drinken natuurlijk. Hebben ze geen tijd voor? Hebben geen tijd voor eigen mensen om te drinken? Nee. Nou, het boerderje zit op het tapijtje, die vliegt dan een beetje rond. Hiervoor worden wat wolletjes. Maar waar schat, de eerste 10? Niet de eerste in ieder geval. Nee, de eerste dag verwacht ik ook niet, maar. Nee, wij schatten niet 20. De eerste 10 Er zijn maar 18 wagens die meedoen, dus er worden 18 is. Dat was veel jonger. En toen waren we 16. En nu komen we morgen. Dat denk ik ook wel. Dat moet, hè? Ja, dat moet kunnen. Hoe lang ben je er nou al bezig? De hele opbouw begonnen, dus dat valt mee, ja. Ja, dat is weinig eigenlijk, hè? Maar jullie hebben ook wel ervaring op ons, hè? Ja, dat scheelt wel wat, hè? Het gaat wel sneller wordt. Dus we zijn de week na kerstvakantie begonnen, dus dat is van 6 januari. We zijn al 6 weken al, ja. Nog niet. Hallo! Ja, hallo! 6 uur beginnen, hè? Ja, 6 uur, Willy? Ja! Shit, man! Ik ben te laat! Hier! Niemand vertelt mij nog hoe laat ik er moet zijn, dat is altijd hetzelfde. Eigenlijk ben ik om 3 uur smiddags. Hier, de harde werkers zijn er weer! De harde kerst! Ken hem niet! Kom ze toevallig hier aan zetten, is het film, hè? Ja, toevallig! Dat wist ik, verschoot. Ik ben gewoon dat je moet zien zijn. Hallo! Hallo, stop maar bij! Ga dan! Ah, help me! Hey jongens, hebben jullie iets te zeggen dan een spreuk of zo? Ik zit nou al, ik heb niks te doen, man! Dat zie je niet, dat ben ik ook! Godzijdank! God, ik wil even iets inzien van, is het erg? Ja, nee, dat is erg. Ik heb nooit echt die bal niet zo houden. Nog een afsluitende kreet? Miauw! Vallen we? Allebei? Stam al bij? Zeg het maar! Wij zijn in de schoenmijs geslagen. Ik ben gerustgrijd dit jaar weer gemaakt. Hè. Nou, zullen we eens kijken? We hebben het alweer flink gebouwd. Alex, we hoort voor hem. Ik heb een hand, dit heb je niet gehad. Welkom, Alex. Welkom. Ja, dat was een 9-liter stulpje. Lekker verwarmd, hè? Wat tien erbij? Ja, hè? Koel zelf het bier. Wat was dat idee eigenlijk voor dit jaar? Dit jaar is ons idee, er staan allemaal weinig mensen bekleed langs de kant. En daarom helpen wij ze een hand. En deze gaan ook de klemtoon leggen. Ik wou dan ook een beetje scherp die mensen langs het parcours. Wij gaan de mensen langs het parcours, die gaan wij allemaal omkleden. Omkleden. Uitkleden. Uitkleden? Dat is mooi. En schminken. Ja, nou. Dat is eigenlijk allemaal de bedoeling. Dus, we zijn allemaal klaar in voorbereiding, want dat is natuurlijk ook nog waar. De rest van beter van de 40, hè? 40? Ja? Ja, 42. Ja.
Maar ja, nou is het idee is zo. We hebben dus allemaal poppen. Die dus de ene kant omgespeeld zijn. Ja, zie je. Dit is nou de omgespeeld pop. Wil je die andere doen? Ja. Die is zo klaar. Ja. De andere kant. Kun je misschien even meelopen. En zo blijven denken, Lex, hè? Is die toch in een karnevalesk outfit? Ja, dus, die moet dan een Indianer voorstellen. Daar zien wij, ja. Hey, en hier wordt nog last van een plakje hier. Ja, dat is Walter Kastner. Hoi. Dat is Walter. Die, en wie zit daar boven daar? Ja, sorry. Dat is een mooi meisje. Ja, ja. Maar ik zie wel, het schilderwerk gebeurt hier ook dus vooral vallen. Ja, en Marcel. En Marcel. Ja. Dat is wat fijner waren. Ja. Maar wie is daar boven dan? Dat is Annemarie. Annemarie. Je kent het, alweer de makkelijke kant. Je hoeft maar alleen maar witte maken door die kant. Ja, alles moet wijken voor die vrouw. Dat blijft ja, dat is duidelijk. Ik heb ook al verteld de re-emancipatie gedacht. Durf nee te zeggen. Nou, het is zo, er zitten dus vier poppen om de wagen heen. En dan zijn ze allemaal één kant als gekleed zijnde en gesminkt en de andere dus als gewone saaie Moeslandse mensen poezakken die langs de kant staan. En dan in het midden de grimeur die dus alles grimeert. Juist. En onder een kleed. Ja, ja. Dat is eigenlijk een eiwitje van de markt. En dit zijn bijvoorbeeld Mark Heijnen, die komt hier voor dit punt op de munt te schilderen. Doet hij niet meer? Ja, dat zou ik nog zeggen. Een teerpunt, Hé, hey, Marcel, wat doe Marcel hier eigenlijk, man? Je loopt eigenlijk alleen maar losgelopen dan. Ik doe niks om mijn persoonlijke afgebeelden waar ik kan. Oh, niks. Geen commentaar. Geen commentaar, zeg. Hey. Jammer. Weet je, ik ben trouwens ook allemaal lid van de bond KVO Nee. KVO Nee, verklaar even. Remancipatie. 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 Dat is mooi. En ben je met erin gevoerd? Ja, ja. Waar je ook weer iets meer te zeggen hebt. Je hebt helemaal niks te zeggen. Jongen, jongen, jongen. Dat is ook helemaal fout, hè? Ja. Dat doen we wel, hè? We hebben jullie allemaal verkeering en vertrouwd? Ja. Meestal getrouwd, hè? Ja, en dan ben je klas. Ja. Jongen, jongen. Had ik maar gewaarschuwd, weet je. Ja, ik heb het ooit gezien, maar ja. Moet je instuiven toen, ja. Denk je wel verkeerd? Ja. Oh, we hebben nog meer. Ja, ik moet dat zeggen. Wie staat erachter, hoor? Dan. Dat weet ik niet. Ja, toch ook nog vrouwtjes gemaakt. Oh, dus dat is in het kader hier. We hebben echt jongeren uit de outfit. Ja, duidelijk, ja. Een Hollandse boerin. Ja. Dat is helemaal weinig borstvorming hier, hè? Oh, 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 oh. Zo raakte die gevoelige snaren over mij. Ja? Is die ik vond die zelf, ik heb de lang zelf geproefd. Ja? En ik vind ze wel iets hebben. Die borst? Die borsten? Dun? Ja. Ik vind dat borsten. Ze zijn niet echt rood, hè? Ja. Maar dat is push-up bij jou. Oh ja, ja, ja. Push-up bij jou. En we moeten nog even in de kantine kijken, dus het werkt tenminste altijd. Hè? Maar als ik het zo zie, dan wat denk je dit jaar? Ja, ik heb er ooit uitspraak over gedaan. Maar dat durven niet meer. Dat durven niet meer. Maar dus wat dit jaar weer met de eerste plaats? Dus de 15. Dus de 15 zeker, ja. Kunst. Ja, ja, ja. Maar het is ook in het net, hè? En die dan? Ja. Maar nou, je kantine? Of stop je als? Je gaat. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dit is de ontspanningsruimte van de club. Zo'n mooie ruimte hebben ze nog nergens. Jongen, jongen, wat ruimte hier. Ongelooflijk. Hier zitten de noeste werkers ook nog. Ja, ik ben moet ook rustig. Jongen, jongen, hebben jullie al gewerkt vandaag of niet? Ja. Wat kijk je aan dan? Nou, 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 nou. Ja, dat is toch van een aardige wel. En hier is nog de trofee van de club. Kunnen we ook even een beetje weer dichterbij gaan kijken, want het is ook wel weer uniek. Ja. Hoeveel keer zijn jullie dus geweest? Drie keer?
Vier keer al. Nou. Een halve keer als recht. Dit is 91. Dat is een lang geleden, jongens, hè? Ja. Dat is een dag van gisteren. Dit is 92. Ja, 93. Ja, ook. 93. 94, heb ik ze niet? Dat is een kleine van 98. En waar is dit? Hier voor gewoon meteen, nee, dat is wel. Komt dat over? Ja. Jongen, jongens. Je bent ook blij, een klein weekje. We zijn nog eigenlijk niet gewend. Budget wat minder ook. Ja, maar we zijn gewoon blij. Ja. Goed zo, zo hoort het ook. Ja. Goed. Jansen. En dan gaan we eens kijken naar de carnavalclub Prutscherij. Die hier dit jaar kan bouwen. Dit is ook heel lekker. In een grote schuur. Veel ruimte. Ik ga kijken. Ik word alweer driftig geschilderd. We zullen de woordvoerders gaan opzoeken. Ja, dat is Arthur. Arthur, je wordt een man hier. Alleen? Ik wil alleen zoveel, want dat ziet er al mooi uit. Hoezo? Ik ben geen goed, de man zijn niet allemaal netjes gemaakt hier. Pak ik hier de klaar zo voor mij? Dan liggen we boven en aan, maar dat is niet. Oh! Dan kun je ons een beetje rondleiden, Arjen. Moet je vertellen van wat hij deed. Wat was eigenlijk een idee trouwens, denk ik maar. Hij bestond weer door 11 jaar. En ons idee is, als we die beschrijven, ook weer de prins. Dr. Henk geeft ons een prinselijke prik en dan hebben we nog eens 11 jaar gegeven. Ja, ja. Dat is wat op ons 11 jaar bestaan en op het feit dat, dat de prins een dokter is. En hebben ze ook een beetje in de wagen verwerkt op een unieke manier. Ja. Ja. Mooi. Maar ja, waar is dit? Dit is overheen dan? Dat moet je eigenlijk zijn, ja. Ja. Maar kijk, ze een steek verkeerd op dan? Ja, dat is toch wel leuk. Ja, dat is de bedoeling ook nog, hè? Ja. Maar laat eens even zien. En vertel eens ook wie er allemaal bezig zijn. Dat is ook wel... En waar het harde werkers zijn of wat zit er in de boven hier, die doen niet veel, heb ik al gezien. Die doen alleen maar groot. Die gaan een beetje hoog zitten en licht te schilderen. Hoog zitten en licht te schilderen? Ja. En wie is dat? Het is Edward van Heijden. Het is wel een stuk, hè? Enorm, hij is al gruwelijk stil. En dat zie je anders meestal niet. Ja, altijd. Dus we willen de gangen maken dan zo'n beetje, toch niet? Ja, mis in de mond. Wel. Mis in de mond. Dat is ingericht al. En hiervoor, Arthur? Dat is mijn vriendin. Die is wat fijner waardig. Die is meer het penseelwaardig. Ja, dat dacht ik al. Ja. Is dat thuis ook of zo? Nou ja, dat vraagt er zelf maar. Moet vrouw is thuis het fijner waardig. Ik moet vanavond ook naar huis. Ik moet vanavond ook naar huis. Oh ja, 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 ja. Nou, maar in ieder geval, die pot die hier achterop zit, waar je nou op een film bent, daar was het lijf van de prins. Ik moet achterkijken. Ja. Er kwam deze kop op, maar die is nog volop in, wat in de kleuren gezet. En vullen prins. Maar dan moet de langste wagen op. Als er al één keer ja, ja, deze kan die kant kunnen bijna niet. En hier de spuit? Dat is een grote spuit, ja. Ja. En daar zit een andere spuit. Spuit 11 zit erbij. Ik vind hem erin met de oorlet geknipt. Dat kunnen we eens even doen, ja. Want, netjes op zo'n kamer. Niet weglopen nou, hè. Hallo. Ja, deze wordt een zusterke. Die zit op de schoenen van de prins. En die kan zo ronddraaien. En aan de andere kant... We hebben net bij geduldig grote tieten gezien, maar deze zijn nog groter, man. Wie heeft het voorbeeld gevat hier? Ja, daar laat ik me eigenlijk weer niet over uit, want ik moet vanavond weer naar huis. En aan de andere kant, dus aan die kant op die schoen, er komt een dansbrieke zitten. Daarom kijk je aan die kant nog open, er komt eigenlijk zo'nzelfde pop als aan deze kant. Nou, wij zijn ons Ingridje. Ingrid Schop. En dan gaan we haren geverfd zijn, of korte gemaakt. Dit is mijn eigen kleur weer. Ja. Ja. Zet ze terug naar de eigen kleur, ja.
Dat ging moeten we de carnaval weer een beetje netjes uitzien. Ja, ja. Dus volgende week extra. Dankjewel. En hierachter? Daar lijkt het door op moeten stutten. Oh ja. En step de blauwe. Dan moet er nog gelast worden, zag ik net, Arthur? Dat is voor de muziekinstallatie. Oh ja. Ja, deze twee koffers die door hier op lijken staan, die achterste die komt op dit lichaam. Dat wordt het zusterke. De nachtzuster, daar hebben we ook muziek van, onder de optocht. Ja, ja. En deze is de dansbreker en die komt op dat lichaam. En doet de rode wagen ook nog een beetje uit, of niet? Ik hoop het. Ja, maar niet statisch. Het is gewoon echt iets doen. Wij doen altijd wel vrolijk mee. Ja, ja, ja. Mooi. Nou, en dan voor op de wagen. Daar hebben we een lift gebouwd. En daar zitten twee pupjes op. En die krijgen tekstjes op in de kleuren van onze oude bakken eigenlijk. We hebben in 11 jaar dat we bestaan hebben drie soorten bakken gehad. En het eerste was groen met donkerblauwe striefjes en dan werd het hier, die kant. Nou ja, deze kant zo op en neer. Het tweede soort pak dat we hebben, namelijk een vlekke pak, dus dat vinden we onder de verschillende kleuren pakken eigenlijk. Mm-hmm. En nu hebben ze eigen pak, we hebben nu 2 jaar, daar hebben we zelf allemaal wat onder de wagen. Dus dan hebben we alle pakken die we in de jaren hebben gehad, die hebben we gewonnen. Ja, dank je. Dat is mooi. Dan moet ik echt die noeste werkers hier al voorstellen. Hè? En hier in het werkplutsje, ja. En lopen ze. Zijn de mensen zijn met de muziekinstallatie bezig? Dan gaan er een paar weg. Die zijn bang. Die lopen nou hard weg. Zullen we wel bang zijn voor de belastinginspecteur? Dat ze er niet in de AIS gelijk gespeeld hebben, hè? Dat denk ik ook wel dat het nog weer te maken. Ja, ja. Want ik zag Keer. Ik zie inzoomen op onze bouwtekening. Oh, dat doen we even, ja. Die is anders, ja. Kijk, maar daar heb ik ze van nodig. Heb je daar zo'n met ja, daar. Maar dat is maar even zin in. Ja. Maar Geert, kom eens even dichterbij, jongen. Kom ik nou jouw frustratie nog niet afreageren, of wel? Maar je kunt nou wel een beetje alles kwijt, zo. Jouw energie die je gisteren... Hier kunnen wij dat kwijt. Goed zo, zo moet het ook. En één ding, ze worden toch kampioen dat je hoort, hè? Het is al beslist, hè? Ja. Ben je sterk, hoor. Maar wat denk je dit jaar, jongens? Tussen drie weer? Weer? Ja. En de run net. Ja, maar dat is... Wat denk je zelf? Top drie, of niet? Kijk, ik heb een lange avond. Ik ben een vol man. Ja, hier komt. Dan ik het dus. Verder dan alles. Hou. Koffie! Ben nou binnen! Het is mooi als je nu een beetje mee kunt draaien, maar... Ik heb het niet gezien. Stefan? Echt hoor? Oh, dat wordt helemaal mooi. Dus jullie hebben een beetje een gemeen clubje gemaakt nou. Ja, Stefan, die
het al jaren samen. Oh, oh, kijk. Dat is toch, dat is toch zo, is carnaval, hè? Verbroederen, clubs bij elkaar en ze doen het gelijk samen. Ja, dat is allemaal vrijwillig, dus het maakt niks uit. En wanneer, is het, wanneer komt die? Hij duurt nog maar, hij duurt nog een maand of 7. Een maand of 7. Het heeft allemaal te maken met die film, ik kan een beetje wel. Oké. Okay. Dit is het van de Stichting Carnaval. Hier zitten twee clubjes. Eén jeugdclubje van de moesplukkers van de straat. Zien we hier ook een klein stukje van de wagen van. En we gaan nu eens even kijken naar Wenne Wawel, die hier ook een gedeelte van de hut in gebruik heeft. Zo, dan zijn we hier bij Wenne Wawel. Hier wordt nog druk geschilderd. En zullen we eens kijken naar iemand kunnen vinden die ons een beetje rond kan leiden. John. Goedenavond, jongen. Hoi. Druk bezig? Ja, druk, hè. Ziet al op nou, hè? Ja, ik moet hier nog niet verven, want ja, het zal toch wel afkomen, denk ik. Ja. Ik denk eens ons een beetje vertellen van wat jullie idee eigenlijk gesteld. Nou, we hebben die idee van ons deel aanstaan. Maar de Wauwel zingt die al het hoogste lied, maar ja, we gaan niet met de hoogste prijzen. Nee, nee. Dat is eigenlijk een beetje het motto. We hebben die al eigenlijk bijna tijd zijn aan mensen die terug met andere dingen. Dus, En dan zijn we winstsport geweest een paar mensen. Ja, een paar winstsport willen ze doen. Ja. Oké, ja. Dus daarom hebben we het klein gehouden deel. Ja. Ja. Hey, dit is een... Dit is een ja, dit is eigenlijk een pomp. Dus de joker die komt straks in die saxofoon eigenlijk te zitten. Oh, dat hoort dadelijk even toe. En wie is hier zo'n driftje dan schilderen? Dat is Karin. Karin, oh. Ja. Dan is dan met de hand aan het werken. Mm-hmm. Ja, maar die foto opgezet, dat moet ook gebeuren. Ja, ja. Overal, al die clubjes, de vrouwen doen fijne waren. Ja, nou, jullie ook. Maar best wel te doen, ja. Want, dat zie ik wel. Een beetje dikke vinger of zo. Ja, ja. Ja. En dit is? Dit is dirigent. Een dirigent, oh, ja. Ja, die voert eigenlijk aan, dus die komt eigenlijk voor op de wagen zitten. Ja, lijst, zeg maar. Ja, ja. En die draait, die voert eigenlijk dan de wagen dan. Ja, ja. Het hoogste lied dan eigenlijk. Dat staat eigenlijk niet op. Maar wil je het wat ook meedoen, is veel belangrijker? Ja, het is gewoon, ja, wij vallen toch nooit ook in de prijs. Maar ja, wij vinden meedoen dan toch niet belangrijk. Heel dus, maar één pomp en zo, dan zijn we altijd tevreden. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar hier moet nog een plek worden voor de carnaval, vindt u? Plek, ja. De laatste beetje. Vindt u zich thuis, hè? Ja. Vindt u. Ja. En wie is deze grote plek hier? Willem. Ja, ja. De portaal de kant moet er nog geplakt worden. Ja, dat ziet het niet overal. Nee, dat ziet het niet overal. Ja, prima. Ja. Maar zie, ik moet er een beetje bijstoken, zie ik. Nou, dat hoeft eigenlijk maar heel weinig, want het is geïsoleerd, dus het gaat best goed. Ik heb het meteen warm, daarom heb ik de dag afgehangen. Dus het gaat best goed. Dus dit is saxofoon? Dit is saxofoon. Dan komt straks die pot dan eigenlijk in te hangen. Oh, ja. En die draait dan rond in de saxofoon. En dan veuren er nog iets op zo? Ja, dit is een ballerina. Oh ja. Ja. Wie heeft dan een model gestaan met jullie bij de club? Dat zullen we niet zeggen. Oh. Nou, kijk, ik kan ongeveer wat rooien. Ja, vingers van de Soemai worstelen. Nou. Wat zeg jij? Vingers van ja. Vingers van de Soemai worstelen. Ja. Maar een sneeuwpop. En een mislukte sneeuwpop? Nee. Ja. Dat dacht ik wel, joh. Ik heb mijn gehad. Mooi, ja. Ja. Ja, dan, die hebben dan een blad in de hand voor ja, die zingen dan eigenlijk zeg maar mee. Absoluut, ja. Ja. En dan de Chinees, die doet ook mee. Ja. En deze, ja, dan wordt dat wordt snel, hè? Allemaal één kleur. Eén kleur, dan, ja. Samen met die, ja, de uitloop van de saxofoon. Ja. Dan ben je een mooie tijd klaar ook. Ik kom dan het afschilderen. Ja. En straks twee koppen af, hè, dan is het al een keer... krijgen, maar dan draai je de achterpas van... werk, dan kan het ook komen. Maar de ruimte is ook genoeg dan? Want ja, wij bouwen niet groot. Hè, dus nee. Wij hebben niet meer ruimte nodig, maar ik denk van een echt grote put dan is, ja, dan is het te klein. Ja, ja. Grond is ideaal. Wij zullen nooit voor de bouwen zitten, denk ik. Wij passen al onze wagen. Ja. Hey, hoe laat beginnen wij hier? 8 uur. Oh, 8 uur? Moet je de harde kern dan, John? Ja, dat is een eentje die is dan aan het tweeën. Ja, ja. Ja, ja. Mijn motto voor carnaval is, dat je geen goede carnaval kunt hebben als je geen koude vingers kan. Dus je niet af en af plakken. En daarom waren geen auto laat. En daarom was ik ze laat. Het was de kachel aan, het was lekker. En wat denkt u, wat dit jaar? Wat worden jullie? Ik denk
Wij worden ergens. Van de 18 wagens. Als wij 17e worden, als de laatste groep, als de eerste groep opgeroepen is en wij zitten daar niet bij. Dan is jullie de carnaval ontslagen. Goed zo. Oké, daar houden we het aan op. Prima. Dat weet dat niet. Bij Locht de Klocht. En die bouwen bij Harry van Dinter, de plots. Die hebben maar een heel klein nissenhutje. Maar ja, we zullen eens kijken wat ze dit jaar wat zullen maken. En een grote extra. Nou, zullen we eens even gaan kijken. Hier moet nog veel geschilderd worden, hè? Ja, alles aan is meestal. Jongen, jongen. Ja, we zijn met veel man, dat ziet er. Mathieu. Maar nu is het twee man. Mathieu, zullen jullie eens even zoiets vertellen, jongen, wat dit jaar allemaal wil. Ja, wat iedereen is geschreven, ja. Nou, ze kunnen allemaal de pot op, maar waar betreft. Ze kunnen allemaal de pot op, ja. Ja, ook met jullie motto, weet je, voor jullie ideeën te maken. Ja. Eens kijken, wat gaan wij doen? We zitten op een potvis. Ja, weet je wat het is? Meer pot dan vis. Ja. Meer pot dan vis. Ja. Weet je wat het is? En ja, dit is dan duidelijk de vis. Ja. Dit is door, ja. Ja. Dat kunnen we toch zien. Ja, daar zie ik nog wel. Hey, dit is wel een beetje kleuren, hè? Ja, dat is toch als wel de bedoeling. Als we er tijd voor hebben. Wat? Als we er tijd voor hebben. Als we het volgend jaar. Het is een potvis. Ja. Ja. En het wordt een bak. Een beweging hebben we. Nee? Alleen, ja, die bril is boven jou daar. Dus dat is de wc-bril. Ja. Ja, dat is de wc-bril. Ja, dat kun je nou eens goed zien. En dus je wordt bijna 9 meter van Dinter. Vivian. Je zit hier, doet ook mee in een opdracht in de reek, dus ook mee. Ze loopt een beetje over. Is het echt waar? Ja, dat is echt waar. Ja, zondag loop ik mee. Alleen maar mee lopen, hebben we er ook gebouwd hoor in de reek, of niet? Nou, dat weet ik niet. Dat hebben we de buurt gedaan, denk ik. Maar we vinden het eigenlijk een beetje schaamd, want ja, dat kan eigenlijk niet. Echt, echt schooien. En dan zomaar in de reek meedoen. Maar... Ja. Ik mis de grote animator. Waar ja, is hij? Onze ambassadeur, ja, Bas, die is er niet vandaag. Die moest echt naar de Lieve Kamp. Naar de Lieve Kamp? Ja, ik zeg ook al, dat kan eigenlijk niet moeilijk van de Wurm, maar ja. Jongen. Hebben we toch maar goed gekeurd. Ja, ja. En we zullen toch wel klaar krijgen, denk ik. Dat denk ik ook wel, hè. Maar de laatste dagen zal nog flink gewerkt moeten worden. Ja, dat is zeker. Ja. Ah, dat... Komt goed, morgen komt de volgende. Jullie bent zo laat begonnen weer. Wat is er dan voor de ervaring die jullie hebben? Ja, of, dat denk, ja, wij denken het wel voor klaar te krijgen binnen 3 weken. Dus. Het doel is als we laat beginnen dat we hulp krijgen van ouderen en zo, hè? Oh ja? Ja. Ja, dat is was ook reviewen en zo. Ja, ja. Dat was vorig jaar wel, maar daar wachten we eigenlijk nog op die mensen. Dus. Moeten we nog influisteren eigenlijk dan? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Ja. Dus als jullie door nog komt, want waarschijnlijk bouwen die ook weer iets. Ja, die komen. Ja, we pakken ook. Hey, maar Vivian, ik moest nog iets vertellen van die pot, hè? Ja. In die pot komen nog 2 mensen in zitten. Wie, dat weten we nog niet. En wat stelt het voor? Er zijn 2 potten. Er zijn 2 potten, 2 echte. Ja, 2 echte. Hebben jullie die ook in de club heen? Ja. Nee, maar dat doen we maar net alsof. Dat maken we. Ja, of oh, die maken we. Ja, we maken. Nee, die maken we niet. Dat maar zien we nog wel. Laat wel iedereen duidelijk zien dat echt die potten zijn. Dan. 2 potten en in die gaan trouwen. In bruiskleding. Ja. Als Moeslands pottenhuwelijk worden. Oh. Hebben we dat niet iets zijn? Ik denk dat jullie dat samen niet worden. Niet worden. Nee. Dan moeten we nog eens afwachten. Misschien Dree en Vivian. Oh ja. Ja, dat kan ook. Nou, maar Dree wordt altijd een beetje een travestiet, denk ik. Ja, dat is geen kappen! En weer on. Het werkt wel. Daar waren die dikke brek. De afstand is hier niet. Oh, daar valt hij. Nee, doe maar rustig uit. Nou zet hem niet af, ik kan dat wel. Hij blijft het doen, dat mag ook. Hij is vandaag. Dat is niet interessant, nee. Dat is niet leuk, hoor. Overal wat gebouwd, we hebben hier. Bij Lama Toerte bouwen we in de schuur bij Alphen aan de Broksteeg. Dus we zullen eens gaan kijken hier. Oh! Hij moet naar rechts. Willem. Hij moet naar rechts. Hij had een hele lange gemaakt. Eigenlijk moest je overeind staan, maar dat ging niet. In de schuur niet. Hoezo niet? Hoor, de schuur, ja. De schuur was te leeg. Eigenlijk is het Willem zijn idee, hier Willem. Ja? Willem? Want wij willen eigenlijk gewoon een schip maken. Jullie willen een boot een maken. Een schip maken, maar ja, dat mocht niet van Willem. Ik zie als jullie een boot maken. Dus maar ik zie nog niet wat het idee is. Nou, het idee dit is eigenlijk gewoon, eigenlijk zijn gewoon allemaal ballen aan elkaar met putjes. Ik heb veel nog een kop op en dan lijkt het net een beetje op een rug. Een duizendpoot. En waar is onze spreuk ook alweer? Een duizendpoot. Een duizendpoot, ja. Het idee daarbij, dat vertellen we niet. Tegen van S. Duizendpoot. Tegen van S.
Dat doen we dan als je, uitstaat, ja? Steven Hees. Ja. Hey, maar... en hier heel de ploeg compleet van Alphen komt. Dat heb ik nergens meegemaakt. Ik heb hem nergens meegemaakt. Willem is ook niet bij. Is er nou met jullie zo laat begonnen zijn of... Nee, wij zijn altijd compleet. Als, als we hier in de schuur zitten, zijn we hoogste fase van het project. Dan zijn we helemaal compleet. Dan kijken we naar en zeggen, hoi hoor, ik heb het goed. Dan zitten er 3 weken erop. Maar ze hebben allemaal zo'n fanatiek meegehaald als schoolplaats van Alphen. Ja, gisteren was het keidruk. Niemand dus? Nee, maar je moet niet te vroeg beginnen met zoiets, hè. Maar jullie doen onderweg ook een beetje muziek spelen natuurlijk, hè? Ja. En hoe gaat het? Is de bedoeling dat wij hier zo zitten? Dit zijn namelijk microfoonstandaard. Daar zijn de microfoonstandaard? Ja, moet wel... Ja, het is toch best eerst. Lijkt nou maar dat het los dan. Dat is niet. En dat is toch maar in. Ik dacht dat jullie beweging waren, maar is dat niet? Dit is Willem, dus ik moet zien. Was Willem? Dit is Willem, hier. Maar moet kijken. Ja, ligt anders een beer, man. Dit is Jasper, Jasper heeft gelijk, dat kun je ook zien. Vroeger was hij nog veel dikker, maar dat mocht niet. Je moest dunner worden. Dit ben ik. Montiak, hè, Montiak. Ik heb Duik Montiak, dat is de meest. Dit is Steve, onze trombonist. Mooi model. Dit is Maslink, die is ook behoorlijk stevig, kun je zeggen. En dit klein puntje is van een boot. Ja, als je een boot ziet, dan zie je dat. En wie doet dat? Ja, dat doet Willem. Dan kun je Willem hier zitten voor de beweging. Ja, ja. Die doet dat zo. Ja, ja. En dan kunnen ze. En zien ze een liedje. Ja. Dus doet zoals wij dat al. Ik nou gewoon wij mooi een beetje muziek maken en jullie gaan hier aan het werk. Hey, hou rustig. Jongen, ongeregeld zooitje. Ach,